Het is tijd voor mijn laatste gast. Hij komt uit Nederland, is een van de beste essayschrijvers van zijn tijd en heeft ook nu weer een essay geschreven dat veel indruk maakt bij veel mensen. Mens, onmens, heet het. Het gaat over fake news en hoe gemakkelijk we gemanipuleerd worden deze dagen, over hoe vrij of onvrij we daardoor nog zijn als individu. En dat klinkt mooi, vind ik, over hoe we mens kunnen zijn in een gepolariseerde wereld. Bas Heijnen. Hallo. En een beetje ongewoon, ik wil er eerst een beeld bij halen. Hè, want het zijn pijnlijke beelden, maar dit is waar u uw essay mee begint. Ja. Beelden van vorig jaar. Een heel goede avond. De Notre-Dame, de beroemde kathedraal in Parijs, staat in brand. Het is een bijzonder hevige brand die eerder op de avond al een deel van het dak en de torenspits heeft verwoest. Die spits is uiteindelijk ook ingestort. Het wereldberoemde gotische gebouw is al 850 jaar oud en was in renovatie. Waanzinnige beelden. Op 15 april van vorig jaar staat u daar 's avonds, hè, want u woont in Parijs. Deels in Parijs, ja. Naar te kijken. En zo begint u om de link te leggen naar waarheid en identiteit, waarvan u zegt dat zijn de twee obsessies van onze tijd die daar op dat moment samenkomen. Ja, ik was natuurlijk zeer geschokt en dat was op dat moment helemaal niet duidelijk dat die kathedraal behouden zou blijven. Dus dat is achteraf kun je zeggen, de kunstschatten zijn, de twee torens staan nog en dan kun je het relativeren. Maar op dat moment was het een grote gebeurtenis en wist je zelf niet precies wat je daarvan moest vinden. Toen liep ik naar huis, toen zag ik op mijn telefoon al die eerste complottheorieën, de waarheid achter de waarheid. Wat ze zeggen is niet waar, want heeft iemand dit en dit gezien? Later kwamen die filmpjes, er is iemand op de kantelen gezien. Dus dat zal wel een moslim zijn geweest. En er zijn al heel veel kerken in Frankrijk aangevallen. Dus die hele lawine aan theorieën en complottheorieën, die kwam heel snel los. En tegelijkertijd kwam er ook een soort cultuur-pessimistische idee. Het is een symbool van de katholieke Frankrijk, wat dan ondergaat, de westerse beschaving die vermoeid is. Nou, heel veel, ik zal ze niet allemaal herhalen. Uh-huh. En daarna werd het heel snel een sociaal-economische kwestie. Toen heel veel bedrijven meteen met honderden miljoenen kwamen. L'Oréal onder andere. Die gaven 100 miljoen voor restauratie. Nou, iedereen was heel blij. Maar de gele hesjes die de week daarna protesteerden. Ik heb een man gesproken, die komt in het essay voor. Die had zo'n plakkaat op zijn rug. Ik kwam in zo'n demonstratie terecht. En die vroeg ik hem, want het staat er op mijn rug, mag ik het lezen? Zei, Frank, Notre-Dame is zijn dak, heeft het dak boven zijn hoofd kwijt. Heel veel mannen en kinderen en vrouwen hebben ook geen dak boven hun hoofd. Dus toen werd eigenlijk die hele brand weer gezien als een dat smijten met geld van die grote bedrijven, als een soort elite die, als er dan zoiets gebeurt, wel klaarstaat en voor een heleboel andere dingen niet. Dus zo werd die brand op allerlei manieren een soort brandpunt, kun je zeggen, van obsessies van onze tijd. En daarom heb ik het als uitgangspunt genomen om te zien, om te laten zien dat wij aan de ene kant enorm steeds achterdochtiger worden over wat wel waar is. Mm-hmm. Dus ik kwam later, schrijf ik in mijn boek, iemand tegen op een borrel in Parijs. En die vroeg, waar schrijf je zo over? Nou, ik allerlei onderwerpen opnoemen. En ik zeg fake news, hoe het steeds lastiger wordt om tot een soort objectieve of tot een consensus over de waarheid te komen. Zei die, dat was een goed onderwerp, want alles wat je in de mainstream media ziet is fake news. We worden de hele dag voorgelogen. Toen zei ik, nou, ik geloof niet dat dat helemaal is wat ik bedoel. Maar dan zie je dus hoe zo'n woord fake news aan alle kanten. Dat vraag ik me wel af. Hoe zijn we daar beland? Dat iemand, wat is een feestje in Parijs, lees ik, waar je bent, en iemand spreekt jou aan en bedoelt dan helemaal net het omgekeerde. Want, precies. Ja, inderdaad, dat is een goed plan. Ja. Want die mainstream media, daar kan je niks meer van geloven. Nou ja, hoe zijn we daar beland? Nou ja, als je het heel... Het zijn natuurlijk allerlei dingen. Technologie speelt een grote rol. We zijn makkelijker versnipperd geraakt. Je ziet allerlei beelden op je scherm. Je kunt heel makkelijk in een soort bubbel geraken. Dat zijn dingen al vaak verteld. Aan de andere kant is het denk ik ook zo dat wij zijn opgegroeid. Ik ben opgegroeid met het iets, je mag je eigen wereld maken. Wat jij belangrijk vindt, je eigen waarden. Het is een liberale democratie. Dus jij mag bepalen, als je zegt, ik wil mijn hele leven postzegels verzamelen, dat is voor mij de zin van het leven, dan mag dat. Als je zegt, ik ben een libertariër, ik vind dat de overheid zo ver, je mag zelf maken. Dan zegt u, nou, ieder maakt zijn eigen waarheid. Nou is het probleem inderdaad dat je eigen waarden en je eigen waarheid maken in elkaars verlengde ligt. Ik heb een gesprek gehad met Alexander Dugin, extreemrechts ideoloog.
Poetin-fluisteraar wordt hij altijd genoemd. Dus man van de alt-right-beweging. Hij is zeer populair bij de alt-right-beweging. En hij zegt, ja, er is een Russische waarheid en een Westerse waarheid. Als het over waarden gaat, kun je nog een soort cultuur zeggen van de Russische cultuur is in essentie anders dan het Westen. Daar kun je dan over twisten. Maar als hij zegt, maar we hebben dus ook een Russische waarheid, en dan gaat het over een MH17, dan trekt hij dat dus door, dat die cultuurwaarden trekt hij door naar waarheid. Zegt hij, maar wij, jullie hebben jullie waarheid over de MH17 die neergeschoten is, en wij hebben de Russische waarheid. Maar daarvan schrijf jij wel, hij weet goed genoeg dat dat niet klopt. Nee, het is manipulatie. Ze manipuleren andere mensen. Wat ik me wel afvraag, die vatbaarheid van heel veel mensen, dat er niet zo meer zoiets meer bestaat als een waarheid of zo dicht mogelijk bij de waarheid komen. Dat iedereen weet, waar komt die vatbaarheid, die kwetsbaarheid? Aan de ene kant het besef dat objectiviteit aan zich de waarheid, cijfers lijken de waarheid te vertellen, maar die interpreteer je. Als je tegen iemand zegt, het is een operatie die je ondergaat en je hebt 70% om te slagen, dan denk je, nou ja, dat is toch een redelijke goede, dat moet ik maar doen. Als ik zeg, nou, 30% overlijdt. Ja. Dan heb ik dezelfde cijfers, maar ik leg een ander accent. Context geeft betekenis. Maar een Russische raket die MH17 neergehaald, blijft toch een Russische raket? Dat blijft. Maar dan komen er mensen met allemaal radarbeelden waar dan iets wordt. Ik bedoel, mensen zijn dus heel gebruiken tegenwoordig wetenschap om, laten we zeggen, hun emotie, hun loyaliteit, ook van aan een politieke leider. Als de een iets zegt, dan ga je heel ver. En dat was vroeger natuurlijk ook voordat mensen toegaven dat Mao misschien niet de waarheid vertelde over de wereld, of Russische, of communisme, voordat mensen doorhadden dat het communisme misschien niet die weldadige beweging was. Dus mensen hangen heel, dat is altijd zo geweest. Alleen tegenwoordig zijn mensen nog meer opgesloten in bubbels en zijn ze ook makkelijker te voeden. Kijk naar antivaxxers. Er zijn ook Russische trollen, die voeden dat. Dus die argwaan, beter is om geen vaccins te nemen. Ja, die argwaan die er al is tegen de gevestigde wetenschap, die wordt gevoed door mensen die willen stoken. Maar daarvan zegt u dus eigenlijk ook, want dat schrijft u ook, hè, dat toch wat hoe heet het tweede hoofdstuk, de liberale leegte, hè, dat toch wat de schuld is van de liberale democratie. Nou, de partijen in het midden die het hebben laten afweten? Nou, dat is eigenlijk die wat je ziet bij zo'n Notre-Dame, die agressie of dat wantrouwen richt zich vooral tegen de heersende elite. Dat zowel tegen de pers, maar ook tegen de machthebbers die niet meer zorgen, zoals bij de GDS, die niet meer zorgen voor het volk, of die niet streng genoeg zijn op radicale islam of wat dan ook. Het establishment. Ja, en dat is het tweede hoofdstuk van het boek, dat gaat heel erg over hoe de liberale democratie eigenlijk gewonnen heeft. Je had vroeger in de 19e eeuw twee concurrenten, socialisme en conservatisme. En het liberalisme was een soort spelverdeler. Niet een heel uitgewerkt gedachtegoed, maar zij moesten eigenlijk die twee enorme zuilen die in die maatschappij diep doorgedrongen waren, tot een goed tot overeenkomst brengen, tot het leefbaar maken. En je ziet aan het eind van de vorige eeuw is het liberalisme triomf die heeft gewonnen. Uh-huh. Dus het conservatisme valt weg, het socialisme valt weg. En Fukuyama zegt, we gaan eigenlijk allemaal dezelfde kant op, liberale democratie. En je kunt zeggen dat er een bestuurlijke elite is, de centrumpartijen, klassiek, die liberale idealen, progressieve idealen van gelijkwaardigheid van mensen, het geloof in politieke strijd, het idee dat er altijd iets uitgevochten moet worden en dat dat goed is voor een democratie. Het idee dat we vooruit gaan, een geloof in vooruit gaan, dat we steeds stapjes, misschien af en toe een stapje terug, maar toch ook weer een stapje vooruit kunnen doen. En checks and balances. Dus wij zorgen altijd dat niemand te veel macht krijgt. Er moet altijd gecontroleerd worden. Die vier uitgangspunt van het liberalisme, die heeft men laten versloffen. Dat midden is, zeg maar zeggen, je kunt zeggen, de groeiende ongelijkheid. Men ziet groepen over het hoofd. Men krijgt een soort idealisme, wat noem ik maar Davos-idealisme, het bling-bling. Waar dan Ivanka Trump en Maxima van Nederland over feminisme gaan praten. Of dat mensen naar een conferentie gaan over het klimaat veranderen en dan wel met hun privéjet vliegen. Dus die elite heeft eigenlijk die idealen zich tot zich genomen, maar heeft ze ook laten versloffen. Waardoor mensen ook die identiteit waar u het ook over heeft,
niet meer vinden bij een van die... Nee, dan krijgt een enorme heet. Een van de belangrijkste punten van de nationaal populistische partijen is elitehaat. En die kunt, dat gaat van vaak over personen of iemand die iets verkeerds gezegd heeft. Of iemand die iets, nou, maar het gaat uiteindelijk over die liberale democratie die, laat me zeggen, in handen is van mensen die niet heel erg veel elan hebben. Die vaak managersachtig type zijn, die het onder elkaar wel regelen. Men heeft het gevoel één pot nat. Ik weet niet hoe het in Vlaanderen is, maar als je de middenpartijen, de leiders naast elkaar zet, is het ongeveer allemaal ongeveer hetzelfde. Ik ga dus me niet uitspreken. De romantiek en het elan gaat naar de flanken. En dan krijg je het belangrijkste punt, is dat wat links verwijt de liberale elite een verwaarlozing van het solidariteitsprincipe, dat je over je eigen klasse heen ook zorgt voor anderen, dat je engagement hebt met bijvoorbeeld de onderwerpen waar het net over ging, dat je je sterk maakt voor mensen die zich niet gezien voelen. En rechts ziet, en dat is het verhaal van je hebt mildere vormen van populisme en extreem populisme, is verlies van gemeenschap. Dus solidariteit aan de linkerkant en gemeenschap aan de andere kant. En dat midden is eigenlijk leeg. We hebben nog steeds een minister-president, die zit toch al behoorlijk lang. En die verklaarde in 2013 heel trots dat hij geen visie had. Want dat zat maar in de weg. Tegelijkertijd kregen we de participatiesamenleving in Nederland. Dat was eigenlijk een soort neoliberale leugen. De overheid trekt zich nog verder terug. We bezuinigen, zodat mensen weer voor elkaar kunnen gaan zorgen. Want dan krijgen we weer gemeenschap. Dus dan is die behoefte van gemeenschap voor veel mensen wordt eigenlijk gecompeerd door een soort bezuiniging en een soort neoliberaal denkbeeld. Dus mensen hebben dat wel door. Nou kun je zeggen, gaan we die liberale leegte daar in het midden, geef je die mensen een schop, zorg je dat ze die idealen, ik heb ze net genoemd, van gelijkwaardigheid, vooruitgang en dat engagement met mensen, dat ze dat weer krijgen? Of, en dat zijn natuurlijk de extreme krachten, geloven we niet meer in het liberalisme. En Orbán in Hongarije zegt, het is een dwaalleer. Die Dugin die ik interviewde, is een dwaalleer. Thierry Boudet zegt dat hij tegen de uitgangspunten van de Franse revolutie is. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. De ideoloog van de FPÖ zegt, wij geloven in vrijheid, maar in onze vrijheid. Dus zij geven dat idee, Salvini, eerste Italianen, eigen volk eerst. Dus dan geef je dat gelijkheidsbeginsel op en tas je eigenlijk die liberale democratie aan. Dan tast je een van de meest elementaire gegevens aan van onze democratie. En vandaar het principe van gelijkheid. Maar ik ben het volledig met jou eens dat ook die solidariteit, eigenlijk dat derde orde woord van de Franse revolutie, broederlijkheid, hè? Fraternité, dat is er voor een groot stuk in verdwenen. Heel kort en krachtig nog, Bas, hoe los je het op? Het lijkt wel of ik in Nederland ben. In Nederland zijn de pragmatische mensen die weer altijd schrijven op een A4'tje en dan hebben we vier punten. Ja, graag, gaat natuurlijk om bewustzijnsverandering. Mm. Die liberale hoe je het oplost, is dat die punten die ik net noemde, daar zijn geloven genoeg mensen in. En de mensen die de liberale democratie willen vernietigen, die er niet lang in geloven, dat zijn wel de vijanden. En die zijn er. Maar alleen maar roepen dat zijn de vijanden is niet genoeg. Als het establishment, die partijen van het midden, als die zich niet heruitvinden, alleen maar blijven roepen hoe slecht het op rechts is of hoe radicaal het op links is, als die niet met een nieuw elan komen en met een nieuw engagement, dan zie ik het somber in. Want dan krijgen die mensen die de liberale democratie niet meer langer accepteren, de grondbeginselen daarvan niet meer, die krijgen dan vrij spel. Mensen om mensen, dat lijkt me iets voor in elke middelbare school, eerlijk gezegd. Ik ook. Dank je.